VARO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Bedankt jongens, ga wel één Karel van dat nog. Hé, hey, vadertje, mag jij eens even? Ja, ik zit ontzettend krap. Kom op met die knaak, Karel. Ik heb ze allemaal al gehad. Jij bent de laatste. Ik ken het echt niet volgende week. Nee, dat ken ik niet, want ik moet vandaag nog langs de juwelier. Ja, ik vind die hele collecte van jou eigenlijk waanzin. Wat kan ons de moeder van de baas nou helemaal schelen? We kennen er niet eens. Dat mens wordt me één keer in de leven 80, Karel. Kom op met die knaak. Meneer Harmsen zal ons gebaar zeer op prijs stellen en ons ongetwijfeld loonsverhoging geven. Vooruit dan maar. Als ze straks 90 wordt, dan kom je natuurlijk weer. Bij de hand. Jappie! Simon. Is dat allemaal je eten? Nee, ik moet ook nog even naar de wasserij. Is dat je was? Jazeker. Kijk, het meeste doet zus natuurlijk zelf, maar voor mijn fijne was blijft ze af. Hé? Mijn dikkertje dap onderbroek. Zwei kleine Italiener, die komen aus Napoli. Zwei kleine Italiener, die gehen zurück nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die komen aus Napoli. Zwei kleine Italiener, die komen terug nach Napoli. Over mag ik de wijnkaart. Alweer kopvlees. Wat heb jij erop? Rosbief. Eentje ruilen? Schei eens uit. Je ruilt Brigitte Bardot toch ook niet tegen minister Klompé? Zeg, hoe is het trouwens gegaan met collecten? Fantastisch. Dat was toch een grandioos idee van mij en Simon. Ik ken dadelijk natuurlijk niet meer stuk bij meneer Harms als hij doorkrijgt wat voor een fantastisch cadeau ik voor zijn moeder heb kopen. Koop je dan? Ik heb bijna 100 gulden. Ja? Poolse leuzie. Een polsen. Dat wij voor 80 kunnen halen, nou schelen hoe laat het is. Weet je wat, Simon? Laten we nou gelijk even gaan naar Schulten. Ik heb nog 3 kwartier, zoeken we een klokje uit, laat ik het thuis bezorgen. Ja, ik wil op de eten. Eet je achterop de bron, maar verder. Ja, maar ik wil ook nog een toetje. Ga ik wel weer alleen. En wat voor een toetje? La. Hi now. Nou, wel gefeliciteerd en nog vele, vele jaren. Dat had je nou niet hoeven doen, hoor. Oh, dat weet ik wel, maar ik kon het niet laten. Nou, gauw openmaken. Oh, wat heerlijk. Ja. Esther Williams gebruikt het ook. Las ik in de radiobode. Als ik dan net zo goed ga zwemmen, dan gebruik ik het elke dag. Dank je wel, hoor, zus. Wat heb je van jou gekregen? Niks. Nog niet. Maar toen ik vanmorgen wakker werd, was Jaap al naar zijn werk. Dus ik denk dat hij zo meteen wel met een verrassing zal komen. Dag, kind. Dag, ma. Wel gefeliciteerd. Van de hele jaren. Oh, dankjewel, ma. Dag, mevrouw van Vliet. Dag, zus. Wat zit jouw haar leuk? Oh,
Dank u. Ja, jij mag natuurlijk van je man elke week naar de kapper. Ja, ja, het is een echte schaap. Ik zeg wel eens tegen hem, je stinkt dan wel naar poep en pis, maar je weet wat liefde is. Ma, wat mooi. Oh, dat had ik nou juist nodig. Ja, dat verbaast me niks. Wat heb jij nou niet nodig met die man van jou? Ma, doe nou. Ik ga maar weer eens even naar mijn vlees kijken. Zo, vlees? Daar hebben ze hier nog nooit van gehoord. Ik kom straks wel even een bakje doen. Nou, mevrouw van Vliet, heel leuk je weer eens gezien te hebben. Dag. Dag, zus. Bedankt voor de heerlijke zeep, hè? Hé, hey, maar blijf je eten. Ik heb een heerlijke rollade in de oven staan. Nee, dank je, schat. Ik kwam maar even langs je vader zitten wachten. En je weet hoe die is. Die eet alleen maar wat ik kook. Ja, maar dat is allemaal je eigen schuld, ma. Je bent gewoon een veel te goede kok. Dikke me. Als die man van jou toch zijn geld niet altijd uitgaf aan die onzin van hem, dan kon je een nieuwe kopen. Ma. Ik ben jarig vandaag. Weet ik toch, kind. Trouwens, wat heb je gekregen van Onassis? Nou, nog niks, maar hij zal me zo meteen wel komen verrassen. Oh, die voor de verrassing is een jaartje weg zou blijven. Ma, leg even de spulletjes op bed. Dag, Jaap. Hoe wist jij dat ik het was? Het huis begon te schudden. Hey, Jaap, je bent er al. Wat doet dit hier? Jaap, het is mijn moeder. Ik wist dat ze er zou zitten. Zie je wel? Zie je wel dat hij mijn verjaardag niet vergeten is, ma? Uitgerekend vanavond moet ik biljart en dan raak ik natuurlijk weer geen bal. Kind, waarom ben je in de tijd toch niet met Arnold Maaskant getrouwd? Ah, dus vanavond is het Arnold Maaskant. Nou, voor één keer heb je gelijk. Die is slimmer dan ik. Oh, dat geef je dus toe. Een stuk slimmer, ja. Eén blik op jou en hij was verdwenen. Ja, mooi, man. Hou jij je erbuiten? Ik ben even met je moeder bezig. En durf jij wel tegen een weerloze vrouw? Een weerloze vrouw? Beb van Klaveren zou zijn handen aan je vol hebben. Ja. Ze hadden jou naar Indië moeten sturen, dan hadden we het nog gehad. Denk maar niet dat het leuk is voor een moeder om te zien hoe slecht haar dochter wordt behandeld. Laat me niet lachen. Heb je enig idee hoe hard ik moet werken om die dochter van jou te eten te geven en in de kleren te zetten? Heb je enig idee? Je denkt zeker dat ik de hele dag loop te vlieren fluiten of zo, hè? Je denkt zeker dat die bus van mij een Jan plezier is. 6:00 moet ik op, hoor. En me in het pikkendonker aankleden om Madame de Pompadour niet wakker te maken. En dan ga ik naar de garage en dan pak ik mijn bus. En dan is het 9 uur lang ik alleen tegen de rest van Rotterdam. En wat krijg ik ervoor terug? Elke dag boterhammen met kopvlees. Willen jullie nou eens ophouden? Hou jij je er buiten? Het is allemaal jouw schuld. Jij stookt erop. Daar heb ik nou anders helemaal niet voor nodig. Ik hoef alleen maar even rond te kijken naar de rotzooi. Rotzooi? Rotzooi, ja. Toen ik trouwde, had ik al een moderner fornuis dan zij nou heb staan. Toen jij trouwde, hadden ze het vuur nog niet eens uitgevonden. Wat is er met dat fornuis trouwens? Daar is toch helemaal niks mee? Er markeert niks aan dan dat hele fornuis niet. Ach, kind. Je moeder heeft tenminste wel aan je verjaardag gedacht. Laat nou maar, ma. Het is allemaal erg genoeg. Zeg, blijft hij nou altijd lang bij Simon, als hij boos is? Wel, nee. Hij is altijd zo weer terug. Nou, als jouw vader mijn verjaardag ooit eens zou vergeten. Goedenavond, pakketje van juwelier Schulte voor meneer Kooijman. Oh, nou, ik ben mevrouw Kooijman, dus geef me dat mij. Alsjeblieft. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Ma, pakketje van juwelier Schulte. Zie je nou wel dat hij mijn verjaardag niet vergeten is? Hoe is die knaap hier?
Pakketje brengen van juwelier Schulte. Oh ja. Ah, dus het is er al. Moet jij eens even kijken voor de aardigheid. Ja. Oh. Is het geen plaatje? Oh ja, wat mooi. In de etalage lag hij op zo'n rood fluwelen dingetje. Kwam het ook heel mooi op uit. Doe jij hem eens om, Nel. Kijk hoe die staat. Oh, dat is echt het mooiste horloge dat ik ooit gezien heb. Zie je nou wel, ma, dat hij mijn verjaardag niet vergeten is? Hè? Mijn man loopt het hele jaar dubbeltjes en kwartjes opzij te leggen om mij zo'n geweldig cadeau te geven. Nou, dat valt dan alweer mee. Weet je zeker dat je mooi vindt, Nel? Hij kan gerolen worden, hoor. Nee, dat is hartstikke mooi. Weet je wat? We laten er morgen een inscriptie in zetten. Nou, nog veel plezier samen. Ja, dag ma. En nog bedankt voor de mooie jurk. Ja, het is goed hoor. Ja. Je hebt me zo gelukkig gemaakt. Nel. Ja? Dat horloge, daar is iets mee. Huh? Wat dan? Het is waterdicht. ...778. 779. 780. Simon, je moet me helpen, je moet me helpen. Het is een zaak van leven of dood. Mijn hele toekomst hangt er vanaf. Je moet me... Rustig, ja, rustig. Kalmte kun je redden. Er is geen probleem zo groot of er is een oplossing voor. Als je maar gewoon logisch blijft nadenken, zou je zien... ...jij hebt geen probleem. Het is er aan de hand. Ik heb 100 gulden nodig. Jij hebt een probleem. Simon, je moet me 100 gulden lenen. Ja, als ik 100 gulden had, zal ik wel thuis de miljard. Ik koop vanmiddag dat klokje, ik laat het thuis bezorgen. Nel, pak het dan, denk dat het voor haar is. Joep. Was de verjaardag vergeten. Gefeliciteerd, ja. Dankjewel, Sien. Ga er toch uit! Ik heb het moeilijk aan het terugvragen, dan kijkt ze me nooit meer aan. Maar als ik het morgen op de zaak niet bij me heb, dan maken die jongens me af. Waren het met die hele collecte al niet eens? Ja, zie het nou eens van de zonnige kant. Jij vertelt je collega's gewoon wat er gebeurd is, zien ze de huiste humor er wel van in. Humor? Ben jij gek geworden? Je hebt toch wel eens van Balthasar Gerards gehoord? Die hebben ze toch met 4 paarden uit elkaar getrokken? Nou moet je morgen bij mij op de zaak eens komen kijken. Doen ze het met mij, maar dan met 4 bussen. Ja. Hoe laat begint dat? Simon, wat moet ik doen? Rustig, Jaap, rustig. Ik ben bezig te raderen draaien. Ja, hebben ze. Jij vraagt Annel dat klokje terug. Zogenaamd om jullie initiatieven erin te laten graveren. Jij neemt het mee naar je werk. En s'avonds zeg je gewoon dat je beroofd bent. Dat gelooft Nel nooit. En kijk dwars door me heen, dus een geboren leugendetector. Nou, dan zorgen we toch gewoon dat ze erbij is, dat ze het kan zien. Hé? Hou vast. Ik bel Herman Bliek even. Herman Bliek? Ja, dat is een collega van mij in de Rio. En die zit bij het amateurtoneel. Je toneelspelen, jongen, is verschrikkelijk geweest. Hallo. Goedenavond, mevrouw Bliek. U spreekt met Simon Stokvis. Een collega van uw man bij de Slavenburgse Bank. Hij wil van zijn vrouw niet weten dat hij in de Rio werkt. Is Herman thuis? Heel graag. Hij komt erop. Herman, Simon hier. Simon, zeg. Luister, Herman, ik zit met een heel groot probleem. En daar heb ik jou voor nodig. Als acteur... Ja, meneer. Gaat om die vriend van mij, die Jaap Kooijman, die dikke, weet je niet? Ja. Die moet strakkies in zijn eigen huis overvallen worden. Ja, overvallen. Dus jij komt binnen met je pistool en dan pik je, en dat is heel belangrijk, dan pik je het horloge van zijn vrouw. Ja. Over een kwartiertje? Heel goed. Hij woont onder mij. Schrijf op dan, Oranje Boomstraat 51B. Ja, als je weer opschiet. En Herman, als je klokje dan hebt, dan breng je het naar mij. Ik zit in café De Fles, krijg een biertje van me. Ja, betalen. Tot zo, Herman. Simon, zo zie je mij weer. Als jij mij niet als vriend had, kreeg jij nooit zulke geweldige ideeën. Goedenavond. Ja. 781.
782. 783. Nou, verder doen we er vandaag niks aan hoor. We vieren het zaterdag. Nou, toen ik in Eberkampaskuwum bij de bakken werkte, nou toen hebben we daar wat van verkocht. En dan stiekem soms een onder de toonbank eten. Werd ik een keer betrapt, ik nog zeggen van niet, maar ja, de pudding zat in mijn oren, hè. Mevrouw Kooijman, zou u misschien kinderpostzegels willen kopen? Ik verkoop ze voor mijn zoontje, die heeft de griep. Natuurlijk, Van de Speld, kom verder. Namelijk jarig vandaag weer een bakkie. Ah, graag. Zo, Tom Poeze. Nou, gefeliciteerd mevrouw Kooijman. Dankjewel hoor. Dag. Van de Speld, moet je nou eens even kijken wat Nel van jou gekregen heeft. Zo, dat is zeker een hele mooie. Ja, en je kan hem mee afwassen, want hij is waterdicht. Van de Speld, wat doe jij hier? Niks, ja. Ik kom even langs met kinderpostzegels. Oh, fijn. Zou je dan maar niet meer eens aan het werk gaan? Ja, ik heb net een bakje koffie. Ja, en ik sta de hele dag op mijn poot. Ik ben doodmoe. Ik zou hier de hele avond kunnen blijven zitten. Wacht nou eens even. Mijn vrouw is vanavond... Wordt gebeld, Jaap? Nee, hoor. Ja, hoor. Zeker weten, Jaap. Er zit hier een politieagent koffie te drinken. Er zit hier een politieagent koffie te drinken. Ja, dat weet ik ook wel. Doe ik zelf al open. Niks terug doen, Nel. Hij is levensgevaarlijk. Goedenavond, mevrouw Kooijman. Zou u misschien kinderpostzegels willen kopen? Mijn dochtertje hebt de griep, zodoende. Nou is het afgelopen. Allemaal eruit. Allemaal eruit, 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 eruit. Mevrouw is jarig. Ik wil alleen met haar zijn vanavond. Eruit. Ik heb mijn tompoes nog helemaal niet op. Dan neem je maar mee. Krijgen we morgen het schoteltje wel terug. Ja. Zo, zo, eruit. Ook eruit. Hup, weg, weg, weg. Zaterdag geven we een feestje. Oh, dan ben je toch een gezellige man. Wat mankeert jou? Niks, Nel, niks. Nee, maar ik wil dat we vanavond gewoon gezellig thuis zijn. Hè? Jij, ik en het horloge. Ben je toch een rare man. Weet je wat? Trek ik mijn nieuwe jurk aan die ik van mijn moeder heb gekregen. Die heb jij nog niet gezien, hè? Er staat iemand aan de deur, Nel. Hier met dat horloge. Hier met dat horloge. Zo zeg ik dat toch niet? Dit is een overval. Dat moet een beetje echt lijken, hè? Jij zegt, handen omhoog of ik pomp je vol met lood. En dat ding niet naar de grond richten, maar naar mij. Nou, schiet een beetje op met dat klokje. Ja, ze komt zo. Ze staat zich even om te kleden. Dan moet je natuurlijk nog een paar andere dingen meepikken, want anders lijkt het verdacht. Oh, goed idee. Hier, in dit Keulse potje bewaart ze altijd haar huishoudgeld. En dan neem je mijn horloge ook af. En je hoeft niet te bellen, want dat touwtje hangt er niet voor niks. Als je mij hoort roepen, morgen krijgen we regen, dan kom je binnen. Nou, is het best als je maar wel opschiet. Ja. Heb je die jurk dan nog, die al, Nel? Nou? Ja? Mooi? Ja, prachtig, prachtig. Morgen krijgen we regen. Hier met die poets. Blijf staan, Nel. Je man is levensgevaarlijk. Mevrouwtje, hier met dat klokje. Helemaal niet. Die heb ik van mijn man gekregen. Ben je gek geworden? Geef hem dat klokje. Over mijn lijk. Nel, geef hem dat klokje, anders dan ben je een lijk. En blijf waar je bent. Doodstil blijven staan, Nel. Niet bewegen. Die man is levensgevaarlijk, Nel. Wat maak jij nou? Laat hem over naar de politie. Wat moeten we met de politie doen? Ja, wat denk jij dan? Nou, laat mij maar. Als die bijkomt, sla je hem gewoon weer neer. Idioot! Bijkomen! Zo, opstaan, wegwezen. Wacht even, het geld. Hier. Zo. Tempo. Hup. Als die stokvis nog eens wat weet.
Amateur toneelspelers. Volgende keer neem ik Ko van Dijk. Wie ben jij nou weer? Ik ben Herman Blik. Ik zou hier zogenaamd iemand komen beroven. Jaapie, Jaapie, jochie toch. Oh, heeft hij je pijn gedaan? En nou is hij er nog vandoor ook, hoor. Oh, gaat het een beetje? Je moet morgen wel weer naar je werk. Hey. Ik heb er nog eens over nagedacht, Nel. Ja. Ik neem ontslag. Hé? Ja, ik heb geen zin om tegen jou te liegen. Je komt er toch achter, vroeg of laat. Dat horloge was helemaal niet voor jou. Het was voor de moeder van meneer Harmsen. Ik was je verjaardag wel vergeten. Mevrouw Kooijman, we hebben hem hoor. Ik was nog in de straat bezig met mijn collega met die kinderpostzegels. We staan twee deuren verder, komt er ineens een vreemde man dat jullie de partieken uithollen. Springt in een auto met een vrouw achter het stuur en ze scheuren weg. Ja, ik denk, dat is geen zuivere koffie, dus wij springen in de DAF. We scheuren erachteraan. Hè? We snijden bij de weg, Park Noordsweg. Wat gebeurt er? Rijdt hij zo de sloot in? Nou, ik hoop dat hij het nog doet. Ja hoor, hij is waterdicht. Bedankt, Nico. Nou, voor nou en nog eens gezellige avond verder. Dag, Nico. Hier, Jaap. Kan je morgen weer naar je werk? Oh, nee. Dat horloge is voor jou. Dan ken je mij nog niet. Dat horloge is voor jou. Nel. Oh.